is een affiche om de vingers bij af te likken. Het zijn de nummers 4 en 1 van deze competitie. Katwijk is de nummer 4 en wil het nog een beetje aanspraak maken op de titel, prolongeren ervan. Moet het eigenlijk de koploper wel verslaan. Ignacio en El Azouti, allebei vaak trefzeker dit seizoen. Op de bank en Des Kunst is de aanvalsleider van Katwijk. En dat betaalt zich al snel in de wedstrijd uit. We spelen 2 minuten op de krom. En Des Kunst heeft zijn tweede van het seizoen te pakken. Kijk, en dat doet hij helemaal niet zo onaardig. Met het rechterbeen, verre hoek, geen kans voor Gijs van Zetten. En dat is een dikke streep door de Amsterdamse rekening natuurlijk. 1 spits daar maar, platje. Daar was Splinter de Mooi en hier gaat de bal uiteindelijk over de achterlijn. Nou ja, publiek grote winnaar natuurlijk met zo'n snelle goal. Het zijn de ploegen die prima presteren. AFC is al 14 wedstrijden ongeslagen. Wat kan Katwijk daaraan doen? Dat is de grote vraag. En AFC heeft zich dit seizoen vaak zeer flexibel getoond. Daar is Suzanne, hij is terug. Was geschorst, 2 wedstrijden, geblesseerd, nu weer in beeld om te spelen. En natuurlijk altijd belangrijk, hè. Hier is weer Suzanne, wordt daar iets te ver eigenlijk naar de buitenkant gedrongen door Gijs van Zetten om gevaarlijk te zijn. Maar Katwijk krijgt eigenlijk de gelegenheid om tegen AFC de voorsprong te vergroten. Maar laat dat achterwege. 1 keer pas verloren op de krom. Nog een gelijkspel, maar wel 8 keer winst. Geeft aan dat de AFC, koploper, misschien wel aan een hele lastige wedstrijd bezig is. Hier is het doelpunt van Tillema. Het is de eerste kans die AFC eigenlijk in deze wedstrijd krijgt. En Tillema, onder meer oudspeler van Rijnsburgse Boys, gaat het feest vieren met Ignacio. De spits die dus gepasseerd is, op de bank zit. En hier is Tillema. Nou, Tillema ook al met zijn 7e van dit seizoen. Wat dat betreft als middenvelder toch ook bezig aan een prima voetbaljaargang. Twijfel, daar is Splinter de Mooi. Dan gaat de AFC ineens grossieren in mogelijkheden. Middenvelder krijgt hier de kans, maar 1-1 met Van Leeuwen. Kan die daar dan weer eigenlijk niks mee? Hier is weer Splinter de Mooi. Balletje naar de buitenkant. Katwijk eigenlijk een beetje aan het rommelen in deze fase. Van Weerenburg legt de bal weer terug naar de as. Daar is Milan Hoek. En daar is een poging die net naast de goal gaat. Weer van Tillema. Die dus al een doelpunt op zijn naam heeft. Pas 18 doelpunten tegen voor deze wedstrijd. AFC en daar komt de tweede van dit duel. En het is een hele mooie. Mukhtar Suleiman is de naam. Ja, die kennen we, want die scoorde 2 keer in de derby tegen Quick Boys. En dan staat Katwijk dus ineens op voorsprong. En dan, AFC, moet je antwoord geven. Maar dit is weer Katwijk en dit is weer een kans en die gaat er niet in. Nu was het El Azouti ingevallen inmiddels, die daar de gelegenheid kreeg om een doelpunt te maken. Maar AFC staat met de rug tegen de muur, terwijl het, als het toch een punt wil overhouden, hier moet vlammen en dat doet het niet. Nee, het gaat na 14 wedstrijden tegen de nederlagen oplopen. Dit is Finn Janmaat. Maakt zijn eerste doelpunt, jongen uit de eigen jeugd. Krijgt zo af en toe zijn speelminuten en nou stelt niet teleur. En zo is de overwinning daar en wint Katwijk met 3-1. AFC geklopt.